Stem doet het niet. Maar goed, maakt niet uit. Hey jongens, welkom. Daar zijn jullie weer. En wij ook. Waar staan we hier, Peet? In het gras. In Muiden. Oh, in Muiden. Ja. Muiden. Het gras. Ja, in het gras. Op een gewone gratis parkeerplaats. Lekker. Gaan jullie volgende week allemaal zien. Het is niet voor deze week. Nee. Maar welkom dat jullie er weer bij zijn. In week 40. Oh, en ik heb zoiets feits. Zoiets feits. Verschrikkelijk. Let op. Tada! Kun je het zien? Nee. Ja, oh ja. Ja, ik zie het. Camper hair don't care, petjes. De petten zijn binnen. En die gaan we binnenkort. Gaan we natuurlijk die verloten, maar dat horen jullie nog allemaal wel. Hey, ja. Komt allemaal goed. Nou, deze week is echt de week van de uitdagingen geweest. Ga gerust kijken. Het houdt niet op wat jullie deze week zien. Echt. Ik kan wel een scoop geven op volgende week. Maar ik geloof dat ik nu toch echt wel een aantal laptops heb versleten. En daardoor moesten we ook heel veel verkassen. Maar toch hebben we weer een geweldige week gehad in Zeeland. Zeker. En dat terwijl de griep op de deur klopte? 2 dagen in bed in Zeeland. Wie doet dat? Ja, ik. Dus, maar goed, het is de provincie waar ik geboren ben. Ja. En toch, ik heb ervan genoten. Ik bedoel, ondanks het ziek zijn. Jas ik aan, ook. Naar buiten. En dan gaat het vanzelf goed. Jongens, heel veel kijkplezier. En binnenkort, hè, gaan we ze verloten. De petjes. Kom maar eraan. Doei. Hoi. Doei. Young from deep within pursuit.
I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. Ja, gaat goed. Gaat goed. Goedemorgen. Hoi. Allemaal. Jongens, het is echt de week van de uitdagingen. Weken. Week. Het was allereerst welkom weer. Maar het was een heftige week. Ja, lekker. Slaapweek. Ja, eerst de gecrashed laptop tijdens het maken van de vorige video. Nou, toen moesten we al zo over kop naar Amsterdam, naar de koublauwe winkel, om... Voordat ik het eerst het woordenboek had opgezocht van de woorden die ik gehoord had. Ja, sorry. Mama. Ik heb zo slecht zitten praten, vloeken. Oh. Ja, maar vooruit. Hij is eruit, jullie hebben hem gezien, maar het was staat een dingetje. Staat weer een doos karton in de hoek. Er is een nieuwe laptop. Vervolgens dacht ik van, hoera, we gaan naar Zeeland. We gaan naar het museum van de watersnoodramp. Heel hoog op mijn lijstje. Want watersnoodramp, maar er is water genoeg gevallen. Maar toen niet denk. De griep sloeg aan alle kanten toe. Dus om kort te zijn, Peter is gegaan. En ik ben ter aarde gestort in het bed. In de camper. En ik kan je zeggen... Oh, Peetje valt eraf. Ja, je valt in bed. Dat valt niet mee. Ziek zijn in een camper. Nee, dat is niks. Dus, dat is niet fijn. Nee. En dan lig je toch wel een beetje... Liggen. Ja, nou, ik zie nog een beetje... Maar goed, dat mogen jullie ook allemaal zien. Ik heb als een gek zitten stomen hier aan tafel. Ja, je voelt je ook een beetje ongelukkig, want ja, alleen maar hoesten. En ja, er staan mensen vlak naast ons, dus het is dan ook weer vervelend. Ja, je hoest ook. Ja. Maar goed. Annette. Wat gaan we vandaag doen? We gaan wel verkassen. We gaan verkassen, echt waar. Ja, we gaan even verder. Heel mooi. Ja, we staan onder een ja, we gaan nog even eikenboom. Filmen. Ja. Oh ja, dat was ook nog een dingetje. Eikenboom. De eerste nacht dat we hier stonden, was dat vrijdag, mooi weer, storm voorspeld. Ja. Nou, en die was er ook hoor, om 10:00, 10:30. Ja, 's avonds hè? Een eikenstorm. En we staan onder een eikenboom. Nou, die eikels, dit leek wel een mitrailleur hè? Toch niet normaal. Toek, toek, toek. Op de camper. Ik in de auto, ik heb me weggereden. We hebben een nacht rustig op het parkeerterrein geslapen. Sorry. Ja, we stonden dus... En mensen allemaal s'ochtends kijken van, wat hebben die twee gedaan? Oh, echt midden op het pad, met de camper. Ja, het was echt niet te doen onder die boom. Maar voor de rest is het een hele mooie camping. Mooie camp. Ja, de Kreekoever. We gaan zo even omgeving filmen. Ja, ik heb dus echt... Peter is wel even naar het watersnood... Watersnood. Het is echt een skribbelwoord, jongens. Maar die beelden gaan jullie zo zien. Waterzat. En we gaan nog even het sanitair, want het is echt uitstekend. En we kwamen nog leuk, tenminste Peter dan, en die kwamen nog leuk kijkers tegen van onze video. Ja. Helemaal leuk. Dus ziek zijn in de camper. Ja. Kunnen we beter draaien, niet doen. We staan er weer zes. Nee, we gaan. Ja. En leuk dat jullie zoveel reageren op de kaartjes. Ja. Dat is echt leuk. We begrijpen dat er een behoefte is aan een meet and greet. Wij weten nog niet of wij naar de beurs gaan. Maar goed, als tegen de tijd dat deze video uitkomt, dan is dat alweer een beetje een gepasseerd station. Maar als dat zo is, gaan we er nog wel een extra post aan besteden. Ja. Maar
Even kijken hoe de rest van de week loopt. Kijken hoe het gaat. Sorry voor het wattenhoofd. Maar ja, hoort er ook bij. Later. Doei. Zo. Zo. Ben je weer ingepakt, schat? Ja, ik heb hem nou als ik goed berekend. Ik denk 132 keer ingepakt. Dat een briefje staat op slaapkamer. Oh. Allemaal streepjes. 102, dit is voor de 133 keer. En het is echt je hobby, volgens mij. Nou, ik vind het wel leuk. Het is een soort scrabble. Zo'n puzzel. Een spelletje met die dingetjes. Kun je allemaal omdraaien, zo, weet je ja. wel. En dan valt het allemaal in één. En we zijn dol op spelletjes. Ja, zeker. Mensen erg je niet. Hé, hey, maar het was ondanks dat ik er helemaal niks van gezien heb. Ik vind het een leuke camping. Kom, ik loop even die kant op. Ja, de Kreekoever. Ja, hartstikke leuk. We hebben ons net laten vertellen door de buurman dat in de zomer hier heel veel duikers komen. Ja. En ja. En die gaan onder water. Die gaan onder water, ja. Ja. Kijk, dat is onze buurman. Die heeft een heel mooi optrekje. Nou, bootjes liggen hier. De naam Kreekoever komt daar vandaan. Daar ligt een hele leuke plas. En dan kan je helemaal rondlopen. Kan je zo hier door het poortje, zeg maar. Kan je lekker met je hond wandelen. De sportvissers. De sportvissers doen ook mee hier. En de ja. Ja, een zalm. Weet ik wat er allemaal zit, hoorde ik. Oh, echt? Heel veel vis. Oh, die spitsen. Die vissen hier in de vijver. Heel veel vis. Ja. Oh. Oh, nou, dat is ook leuk. Nou, je hoeft je dus niet te vervelen, want we hebben in de buurt het watersportmuseum. Ik vind het echt een rotwoord. Het waternood. Rampmuseum. Ja, het is echt een rotwoord. En op fietsafstand van Schierikzee. Schierikzee en Bruinisse. Bruinisse, volgens mij heb jij daar gefilmd toen ik hier leuk twee dagen lag te griepen. Ja. 5 kilometer, 6 denk. Vond jij ook leuker, volgens mij? Ja. Toch? Bruinisse is anders. Ja? Ja, niet zo toeristisch. Ja, maar een haventje met bootjes. Maar ook leuk. Allebei hetzelfde. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, zullen we nog even het sanitair gaan filmen? Ja, daar gaan we zo heen. Maar ik ga eerst die wagen inruimen. Oh ja. Dan rijden we er gelijk heen. En dan rijden we er een. En dan spring ik je daar wel even uit. Oké. Okay. Peter gaat het toiletje legen. Nou, dan gaan we natuurlijk niet bovenop zitten. Ja, wat zei je, Peter? Dit is voor de duikers. Die kunnen hun pakken hier ophangen. En schoonmaken. En, nou. Het is wel echt een gezellig park, jongens. Ik ga eventjes binnen kijken. Zo, kijk. De mannentoilet. De mannendouche. Ook hier met, 20 cent. Heb je warm water? Ja, ik was altijd af in de camper. Eerlijk gezegd. Hier ben ik ook even beneden benieuwd naar. Naar de babykamer. Oh, leuk. Kijk eens. Nou, dat is toch gezellig. Echt een matje? Oh ja. Oh, kijk nou eens, jongens, hoe schattig. Hoe leuk. Nou, dat is toch helemaal leuk. Ja, echt leuk. Ook met het muntje.
Nou, netjes. Hupsakee. Nou jongens, kunnen we toch niet anders zeggen dan dat het er echt heel erg netjes uitziet. Toiletjes. Ja, helemaal goed. Oké. Even kijken of mijn vriendje alweer klaar is. Gelukt? Voor de, ik denk voor de duikmensen die hier wat schoonmaken. Het zal niet voor de honden zijn, dat geloof ik niet. Nou ja, kleine hondjes misschien. Mooie aquarium. Zo. Klink. Onze Max staat op middelharnis. Vamos. Hè? Nou. Nou, dan gaan we naar buiten. Ja, en nog even de rinking. De rinking. Kijk dan wat we bij, toen we uitcheckten van de dochter van de eigenaars. Nou, hoe leuk. Die gaan we zo even in ophangen. Maar goed. De ranking? Ja. Nou, jullie hebben net het sanitair gezien. Ja, het is echt netjes mooi. En, goed. Ja, het is een, ondanks dat het een chaletpark is, het is een hele gemoedelijke sfeer. Mensen zijn helemaal niet, hoe zeg je dat? Ja, iedereen praat ook gezellig met je. Ik vond het echt een gezellig park. Warm land. Ja, ja, en dat het dan ook nog schoon is en overal kan je naartoe. Er is genoeg te doen. Nou. Handje. Ja. 5 campertjes. 5. Let's go. You had me at a low. 'Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you. And you got me too. You can write out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday.
save me too. Yeah, I need it. Don't you need it too? 'Cause I got you, and you got me too. Maar hier gebeurt er ook van alles. Peet. We zijn in Zeeland. Wat eten we vandaag? Mosseltjes. Oh. Zo uit de boot en zo in de pan. Heb je die bij de boot gekocht? Ja, in de boot. In Brandisse. Oh jongens, ik wist hier dus niets van, nee, hè? Nee, dat is een verrassing. Heeft hij dus tijdens Luca uitlaten? Oh, en het is echt een van mijn lievelingsgerechten. Ja. Lekkere verse mosselen. En wat doe je er nou doorheen? Gorgonzola-kaas. Ik heb wel eens gehoord van iemand. Gorgonzola-kaas. Ja. Lekker hoor. Italië, oh. 60 euro de kilo. Ja. Gewoon Hollands. Boven de slagerij uit Zierikzee. Heb je nou je zin, ja. Schat? Ja, deksel erop. Dan hebben we niet een bijpassende deksel, maar dan doen we het toch zo. Gaat de stoom eruit. Dan blijft de kruiden erin zitten. Het zal ooit goed zijn, maar dan niet uit. Ik vind dat je heel creatief aan het koken bent. Applaus is voor jou. Nou, ik wacht even af. Lekker jongens. Even schuddelen. Hatsen, flatsen. Ik ga opscheppen, schat. Kijk eens. Oh. Ja. Nou. Kun je het een beetje zien? We zitten gewoon bij ons op tafel nu, hè? Nee, maar dit is echt... Oh. Nou. Nou, dus. Eet smakelijk. Ik haal jullie er even bij. Oh, het is zo lekker. Even kijken, hoor. De andere kant chillen natuurlijk. Oh. Zo. We hebben heerlijk genoten van de mosseltjes. En ik denk, er komt Peter al eraan. Maar... Ik moet even wel de camera omdraaien, jongens. Kijk dan hoe mooi. Oh. Oh, zo vanuit de camper. Oh, ik ga even naar buiten. Heerlijk, hè? Ja. We stonden hier al eens eerder en ik blijf het gewoon echt een lekker plekje vinden. Stroom is er, wifi is er, je kan er verderop douchen en afwassen en het toiletje. Maar dan bossen we ook nog met het weer. Je staat een blij meisje. Ga koffie inschenken.
Zo, nog even het sanitair van de camperplaats in Middelharnis. Keurige toiletten met toiletpapier. Ook fijn. De wasbakken. En prachtige douche. Je komt met de code B binnen. En dat geldt ook voor de plek waar je afval weggooit. Allemaal met een code. En dan krijg je van de havenmeester. Nou, is toch netjes, jongens? Echt, hè? Nou, hier is het hok van de wasmachines. Nou, je moet even de sleutel halen bij de havenmeester. Betaal je 20 euro borg. Het kost 5 euro om te wassen en 3 euro om te drogen. En hier kan je afwassen. En ook hier kom je binnen met de code. Nou, heerlijk hè, zo. Dat is toch fijn afwassen met zo'n uitzicht? Zo, nou. Middelharnas. Hoeveel gaan we er doen? Hoeveel campertjes? Middelharnas. Ik dacht van een harnas. Niet harnas. Het is 3 oktober, het is een harnas. Het is een Spaanse harnas, mensen. Oké, okay. Genoeg gepraat met je. Wij geven de ranking op de campertjes op 4. Omdat het 4 waard is. 4 campertjes, kijk, 4. Het is ontzettend goed, het toilet is perfect. Werkt allemaal. Heb ik al gefilmd? Allemaal, kijk naar de film hiervoor. Doei!